Ze is heel precies, accuraat, origineel. Ze controleert het en dan controleert ze het nog een keer. En dan gaat ze jou controleren. En dan gaat ze je andere collega's controleren. Ze kan erg grappig zijn en dat schijn ik ook wel te zijn soms. Het is een beetje een controlfreak ook. Wat ik het liefste zou willen is dat mijn onderzoek ook daadwerkelijk een impact heeft en de geschiedenis gaat veranderen en ook de geschiedenisboeken gaat veranderen. Uiteindelijk zou het natuurlijk prachtig zijn als de inheemse geschiedenis een eigen plaats krijgt in de geschiedenisboeken en ook hier in Nederland men zich bewust gaat worden dat de eilanden die nu gemeenten zijn van Nederland, ooit door Indianen bewoond geweest zijn. Een dag op veldwerk ziet er als volgt uit. De wekker gaat om 5 uur. Dan ga ik koffie drinken en ontbijten. Dan trek ik mijn korte broek aan en mijn bergschoenen. Dan vertrekken we om 6 uur met de auto naar de sites, ongeveer 5 minuten rijden en dan begint de werkdag. Om 9 uur houden we pauze. Brood met pindakaas blijft goed in de warmte. En om 11:30 gaan we weer naar huis. Dan gaan we lunchen. Om 2:30 gaan we vondst verwerken, vondsten wassen en uitwerken, catalogiseren, inventariseren. Om 4:30 gaan we weer terug naar de site tot ons ondergang. En dan komen we zo 7:15 thuis. En dan gaan we eten tussen 7 en 8. Dan trek ik mijn bergschoenen uit en dan ga ik naar bed. En het beeld wat wij hebben van die Indiaanse bewoning komt dus vaak uit de Europese berichtgeving. En dat komt ook omdat de Indianen zelf geen schrift of geen geschreven bronnen hebben achtergelaten. Dus alles wat we weten van hen komt vanuit de Europese kant. En de enige manier om dus echt te vertellen van wie waren die Indiaanse gemeenschappen, hoe leefden ze en hoe hebben ze gereageerd op die komst van de Europeanen, is dus met de archeologie. Ja, Corinne heeft een hele brede blik. Die niet alleen op de details let, waar iedere archeoloog naar kijkt, naar naar de scherfjes en de botjes en zo. Maar die ook de samenleving probeert te bezien in de relatie tot het landschap, de ontwikkeling door de eeuwen heen, de relaties tussen eilanden. Dus een holistische kijk op zaken. So that is that part and we are hoping that... Er zijn verschillende mensen die mij natuurlijk in mijn leven geïnspireerd hebben en dat is onder andere mijn moeder. Dat is een enorme krachtige vrouw altijd geweest en die heeft mij wel geleerd om door te zetten. Zelfs nu kan ik haar nog wel eens tot de orde roepen, nu ze de leeftijd niet meer heeft om verbeterd te worden door een ander. Maar ja, dat heb je nou eenmaal als moeder in je. En dan uit je dat ook. Mijn motto is waar een wil is, is een weg. Want ik ben ervan overtuigd dat als je wil en je bent gemotiveerd, dan kan je alles bereiken.